Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Boxtel en Stage Event Equipment. Ja, vandaag in Dommelland Live ga ik praten met niemand minder dan arrangeur en producer John van de Ven, bekend van vele hazesnummers. Ik ga praten met onze eigen NK-kampioen turnen hier uit Boxtel. We gaan praten over twee evenementen hier in Boxtel, Slowlands en de Bazaar Boxtel. En Roel en Miel die zijn weer voor ons op pad geweest en die zijn weer met een fantastisch filmpje teruggekomen. Het is dinsdag 5 juli. Welkom bij de allerlaatste aflevering voor de zomerstop van Dommeland Live. Ja, turnvereniging Tabitta hier uit Boxtel wordt steeds succesvoller. En een groot hoogtepunt op dit moment is een Nederlands kampioen. En ze zit hier bij ons op de bank, Schadé van Oorschot. Welkom. En Ingrid de Kort, trainster van Schadé. Schadé, vertel. Nederlands kampioen. Ja, heel cool. Je hebt je medaille om. Ja. Laat hem eens zien. Wauw. Hey, vertel, hoe was het? Had je, toen je naar het NK ging, hè, had je al zo'n voorgevoel, nou, ik ga winnen? Ja, niet dat ik echt Nederlands kampioen zou worden, maar wel dat het wel goed zou kunnen gaan. Ja? Want je had zoiets van, nou, ik weet wat de concurrentie, wie de concurrentie is, of wist je nog helemaal niet? Jawel. Ja? En hoe ziet zo'n dag eruit? Als je ons mee kan nemen in zo'n dag, van, hoe ziet dat eruit? Als je staat 's ochtends op, wat gebeurt er dan? Ja, omkleden en zo. En dan ga je naar de wedstrijd toe. Ja. En dan weer turnpak aantrekken en zo. En daarna dan, ja, dan begint de wedstrijd. Ja. En dan ga je samen met mama, met de familie, ja, ga je daarheen? Ja, die komen kijken dan. En mama die gaat dan eerst mee naar de kleedlokaal. En dan gaat ze, ja... Je helpen? Ja, weet je. Hey, wat is nou jouw favoriete toestel? De vloer. De vloer? Ja. Waarom? Omdat ik gewoon, ja, allerlei series en pasjes en zo, dat vind ik heel leuk om te doen. Ja? Ja, want het is echt ongelooflijk, hè? Want ik heb het hier staan. De wedstrijd startte met een persoonlijk puntrecord. Hè, de eerste score op de brug. Ja. Volgens een balkoefening had je een vierde score. En op de vloer volgde een overtuigende oefening en een monsterscore. Ja. Een eerste score. Hoezo monster scoren? Was het zo goed? Ja, heel hoog scoren, ja. Ja, en hoe moet ik me daar voorstellen dan? Wat voor punten krijg je dan? Ja, 15 is het hoogste ongeveer. Ja. En ik had iets in de 14. Wat? Echt? Ja. Dat meen je niet? Wauw. Dus je familie was natuurlijk super trots op jou. Ja. En hoe ging het daarna? Want je was gewoon Nederlands kampioen. Ja. En toen? Ja. Ben je naar de McDonald's, of mogen we misschien noemen, naar zo'n... Ben je hamburgers gaan eten? Nee, gewoon... We hadden nog een feest gevierd. Ja. Ja. Wauw. Ja, we hebben een filmpje van jou. Dus met een telefoon gefilmd. Daar gaan we even naar kijken van een van jouw winnende oefeningen, volgens mij. Kijk maar even mee. Kom op. Volgens mij hoorden we mama nog in het begin, ja. Zo, kom op, ja. Kom op. Was ze ook zenuwachtig? Ja. Ja? Hey, wat gaat er door jou heen als je daar zo, je gaat aan die balk hangen en dan? Wat denk je van nou, of ben je zo gefocust op je oefening die je moet doen? Of ja, denk je nog aan bepaalde dingen? Ja, waar ik op moet letten, ja. Dan gaat het ook al beter. En ben je eigenlijk zenuwachtig op zo'n dag? Nee, eigenlijk niet heel erg. Wat ik me afvraag, hè, want je bent nu Nederlands kampioen, hè? Ja. Hoeveel uur per week train jij op dit moment? 18,5 uur. Wat? 18,5 uur? Ja. Jeetje mina. Maar je moet ook nog naar school? Ja. Hoe doe je dat? Ja, gewoon uit school gaan trainen. Ja. Maar soms kan ik dan op dinsdag bijvoorbeeld ga ik meteen vanuit school door naar turnen toe. En soms kom ik eerst thuis, ga ik eten en dan rijd ik door naar de training. Want op welke school zit je? Op de Haaikant in Schijndel. Oké. Okay. Want heb je al huiswerk? Of, Ja. Is dat wel een beetje te combineren dan? Ja, ja. Nu nog wel. Ja? Jeetje, want dat is wel echt veel uren zeg. En wat is, als je denkt van nou, je bent nu Nederlandse kampioene en ja, wat is jouw grote droom? Ja, ik zou echt heel graag over 4 jaar naar de Olympische Spelen willen in Tokio. Over 4 jaar? Ja. Ja. En ik zou nog naar het Jeugd-EK willen. Ja. En ja. Wauw. Grote dromen, dus echt ja. Door in het turnen. Ja. Wauw. Ja, en Ingrid, jij bent, welkom ook, jij bent de trainster van Schadé. Had jij dit zien aankomen? Het was niet het doel, maar we wisten wel dat er een kans was dat ze kon winnen. En we hoopten toch vooral op podiumplek. Ja. En ja, dat je dan ook op het hoogste podium mag komen. Dus ja, gewoon echt super. Want hoeveel uur per week geef je, want ze zegt ik train dik 18 uur per week. Hoeveel uur per week geef jij dan training? Nog iets meer zelfs. Ja. En maar buiten die 18,5 uur dat wij trainen, komt er nog wel heel wat meer bij kijken. Want je hebt ook districtstrainingen, Jong Oranje trainingen in Heerenveen, daar gaan we dan naartoe. Mm-hmm. En de wedstrijden, dus die 8,5 uur is eigenlijk het minimale wat je traint in de week. Ja. Dus er komt nog wel iets meer bij kijken. En hoe word je eigenlijk trainster? Want moet je daar een opleiding voor volgen of hoe gaat dat? Nou, de meeste trainsters in Nederland die hebben zelf geturnd en zijn zodoende ja, een beetje verslaafd aan de sport en blijven hangen. Mm-hmm. En dan kun je opleidingen gaan volgen bij de KNGU. Mm-hmm. Er zijn eigenlijk 4 niveaus die je kan volgen. Mm-hmm. En ja, die kun je allemaal afronden. En ik heb er ook nog een sportopleiding bij gedaan. Dus... Ja, want het lijkt me best lastig. Hè? Je hebt te maken met jonge mensen. Ze zijn natuurlijk wel gedreven, maar hoe kun je als trainster toch want ze hebben ook zo'n school en bijna 20 uur trainen dan. Ja. Hoe schat jij de belastbaarheid in eigenlijk van de kinderen? Nou, die is heel, je wisselt de trainingen heel goed af met rustige momenten en actieve momenten. En turnen is niet alleen maar rennen en springen, want je moet ook een stukje aan je houding werken, een stukje op muziek, aan ballet doen. We hebben ook goed contact met de fysiotherapeut en met de sportarts. Dus je moet ook ja, heel veel rustige oefeningetjes doen ja. Om je lichaam gewoon ja, fysiek goed voor te bereiden op de trainingen. En daar gaat ook veel tijd in zitten. Maar hoe zit het met het mentale aspect dan bijvoorbeeld? Nee, dat is heel verschillend per turnstof ja. natuurlijk. Ja, iedereen die maakt zijn stapjes. Turnen is heel spannend. Want op het moment dat je salto op die balk moet gaan maken, dan kom je niet op een dag binnen en dan ga je dat doen. Ja. Je begint op de grond en dan op een lage balk met matrasjes. En ja, lukt dat, leg je er een matrasje af. En je gaat steeds een stapje omhoog. En die stappen die maakt geeft een turnster zelf aan op het moment dat ze daaraan toe is. Dan maak je weer een stap erbij. En dat is heel verschillend per kind. En wat maakt Schadé nou zo bijzonder? Oh, dat weet ik wel. Echt haar ontzettende goede mentaliteit. Altijd hard werken. Echt gewoon dag in, dag uit. Ze is altijd vrolijk en gedreven. En als het een keer niet gaat of ze maakt een ontzettende harde klap op de balk, dan is het eigenlijk tranen wegvegen en dan gaat ze gewoon weer door. Dus ja, dat. Wauw. Want Schadé vertelde het zelf al, maar ze is nu Nederlands kampioen. Ja. Ik kan me voorstellen, er zijn enorm veel ogen nu op haar gericht. Of, ja. Wat gebeurt er nu? Wat zijn de volgende stappen? Nou, er gebeurt nu van alles eigenlijk in de vereniging. Want ook ja, andere clubs en vanuit de Turnbond zien ze het ook. Dus we hebben ook weer gesprekken lopen om nog meer te gaan trainen. Om ook misschien samen te gaan werken met andere verenigingen. Om onze turnsters zo op het hoogste niveau te kunnen houden ook. Want in de jonge jaren lukt het eigenlijk al een paar jaar op een rij. Mm-hmm. Maar ze worden ook groter, dus ook als club moet je dan meegroeien met je sporter. Ja. Hoe zie je het met de toekomst? Want hè, turnen, we hebben natuurlijk die Jeffrey Wammersen en zo, et cetera, gehad. Het is een enorme boost gekomen, lijkt me wel, door de appjes en de... Ja. Ja? Jawel. Zeker in het herenturnen denk ik dat daar veel groei door is gekomen. En het damesturnen is toch al een grote sport in Nederland. Ja. Ja. Hoe kijk jij nu, de Olympische Spelen komen eraan? Hoe schat jij onze kansen in als Nederland? Oh, dat vind ik een heel lastige vraag. Nou ja, ik denk dat het echt wel gewoon... Het is gewoon uniek dat Nederland met een team naar de Olympische Spelen mag. Zowel bij de dames als bij de heren. En ik denk dat dat vooral al een hele prestatie aan zich is dat we daar staan. Ja. Cool. Wie is jouw grote voorbeeld? Ik denk Etora. Etora? Ja. Zeg maar niks. Wie is dat? Ja, die zit in, zit in de trajectselectie van turnen. Oké. Okay. Van de Olympische Spelen. En doet die Olympische, die gaat ook op de Olympische Spelen? Ja. Wow. Die wil naar de Olympische Spelen. Ja. Ja. Dus jij wordt de nieuwe Etora. Zet hem op. Heel veel succes. We gaan je volgen. Ja. En over 4 jaar, hè? Tokio. Ja. Kan een beetje Japans leren. Dankjewel voor jullie komst. Superleuk. Ja, zet hem op. Ja, ik zei het net al in de intro. Roel en Amiel, ze maken vele filmpjes voor ons. Ze zijn voor het EK veel naar België geweest. In Geel waren ze te vinden. Het was een groot succes. We hebben ze op YouTube, is het een hit. Ze zijn op Omroep Brabant geweest. Op de publieke omroepen zijn ze zichtbaar geweest. Hierbij een compilatie van Roel en Emiel en hun EK-ervaring. Ik moest er even mee lachen dat jullie niet mogen meedoen. Jullie mogen niet meedoen. Niet meedoen. Hallo, Holland. Hallo, Brian! Mulder helder gelijk, hè? En jullie helemaal! En wij gaan winnen, wij gaan kampioen worden. De rap of de ander? De rap natuurlijk. Ik hoop rap, ik vrees een beetje ervoor. Een rap natuurlijk! Ja, soms is er onder ook niet slecht, hè? Gekke bikken trekken, gekke bikken trekken. Tegen wie moeten ze? Ibrahimootje. Ibrahimootje. Slaat dan. Kom. Oh. Maar ik denk dat uw tanden witter zijn dan die van Gerard Joling. Dat kan goed zijn. Dat kan... Ik maak hier reclame om tandproducten. Kunnen we niet katten. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Spannend, spannend. Heel spannend. Ja. Spannend. Spannend. Spannend, hè? Oh ja. Ja. Nee. Ik voel me plotseling. Zo. Oh ja. Ja. Lello. Ja. Vagina, vagina, vagina. Hey. In Zammel noemen ze hem den Ted, van Tetteraar. Omdat hij niet ophoudt met praten en babbelen. Toffie! Toffie! Ja! We love Belgium! Met het glaasje aan je lippen, met het glaasje aan je mond. Laat het zaadjes binnen glippen. En drink het leeg! Jullie hebben verloren! En het ging nog door tot in de late uurtjes. Over bierdrink gesproken, wijndrink gesproken. Het festivalseizoen is weer geopend. En hier in Boxtel hebben we ook natuurlijk een aantal festivals. We gaan praten over Slowlands en over Bazaar Boxtel. Bij mij op de banken directeur van Slowlands René Leenders. En namens Bazaar Boxtel Michel Verhoeven. Leuk dat jullie er zijn. Dank. We gaan straks over alles praten. Twee dingen, René, om uit de lucht te helpen. Je hebt een nieuwe locatie gevonden. Ja. Je was eerst met Landgoed Velder bezig. Ja. Je bent actief op social media, flink actief. Ik zie je veel voorbij komen in ieder geval. Ja, dat doet het goed, hè? Landgoed Velder was kennelijk niet op de hoogte destijds van dat je al een nieuwe locatie had gevonden. Of er gingen wat verhalen. Uh-huh. Is dat inmiddels uitgesproken? Dat moet inmiddels uit de wereld zijn. Ja. Oké. Want was dat met de opbouw ook te maken? Of je had er een bepaalde mening over dat het qua locatie niet meer geschikt was? De locatie Landgoed Velder is natuurlijk per definitie altijd heel erg geschikt om een festival te houden. Ja. Alleen een festival heeft ook opbouwtijd nodig. Ja. We hebben natuurlijk Slowlands vorig jaar gedraaid. Ja. Met een bescheiden programmering. En zoals iedereen wellicht inmiddels in de gaten heeft, hebben wij vanaf september vorig jaar besloten om de programmering groter te maken. Dus het festival uit te breiden. En dat hebben we ook gedaan. Ja. En bij een groter festival hoort ook een iets grotere opbouwtijd. En op het allerlaatste moment bleek dat die opbouwtijd op Landgoed Velder ons niet gegeven was. Mm. En wij dus op zoek moesten naar een locatie waarin we in alle rust ons festival kunnen opbouwen. Ja. En we willen graag in Boxtel blijven. Dus toen zijn we in conclaaf gegaan met alle belanghebbenden en zijn we tot de conclusie gekomen dat we achter het station in Boxtel daar een geschikte locatie voor gevonden hebben voor deze editie. Ja, want kennelijk was er ook nog een uitspraak van wethouder Van den Broek. Die zei van ja, maar ik wist nergens vanaf en er was nog geen vergunning afgegeven, et cetera, et cetera. Nou heeft de wethouder gelijk. Ja. Maar die wordt wel afgegeven. Kijk, als je een nieuwe locatie gaat vinden en gaat zoeken, dan heb je natuurlijk wel gewoon de normale vergunningenprocedure te doorlopen. Ja. En dat geldt ook voor de locatie waar we nu zitten. En die vergunningenprocedure die is aangevraagd. Maar omdat dit hele fenomeen pas eind mei is gaan spelen, is natuurlijk ook de vergunningenprocedure wat later in gang gezet dan dat we zelf zouden willen. Ja. En die hebben we gewoon, net zoals elke burger in dit land, keurig netjes af te wachten. Ja, precies. Dus dat is de stand van zaken op dit moment. September, uiteindelijk het doel, het grote festival neer te zetten. Er komen grote namen. Ja, wat is nou jouw recept eigenlijk om een prachtig festival als dit neer te zetten? Nou, het recept voor Slowlands is natuurlijk gelegen in het concept Slowlands, waarbij het woordje slow natuurlijk het leidend motief is, zeg maar. Wij willen graag in de sfeer van slow food en low en slow cooking. Alles wat langzaam is en gaat, moet natuurlijk lekker zijn. Dat is het motief van Slowlands. Dus wij hebben geprobeerd om met een horeca-achtergrond, want wij hebben natuurlijk een horecabedrijf in dit dorp, een echte horecabeleving aan een festival toe te voegen. Want dat is iets wat in Nederland eigenlijk nog niet bestaat. Je hebt natuurlijk heel veel festivals, popfestivals, klassieke, maar nergens vormt het eten en het drinken het hoofdmotief. Mm-hmm. Dus dat is waar we met Slowlands vorig jaar mee begonnen zijn. In een soort 5-jarenplan om langzaam te beginnen en elk jaar een beetje groter te groeien. En voor 2016 stond een uitbreiding van het artiestenprogramma op het plan. Wij willen natuurlijk dat er meer mensen komen. En wil je meer kaarten verkopen, dan zul je ook moeten zorgen dat er een aansprekende programmering komt. Yeah. En daar zijn wij in november vorig jaar mee begonnen van, dat moet beter. Want sorry dat ik je interrupeer, want vorig jaar, je zegt het zelf al, de animo was niet heel hoog. Waardoor je toch ook op een soort kosten werd gejaagd. Hè? Een soort financiële schade, of het klinkt heel zwaar, maar wat is dan nu een andere aanpak? Heeft dat echt met artiesten te maken? Het heeft puur met artiesten te maken. Kijk, mensen kopen, voor zover je dat kunt stellen, mensen kopen gewoon wel kaartjes op het moment dat er aansprekend entertainment is. Ja. En de kwaliteit van het entertainment op Slowlands 2015 was ook ongelooflijk goed. We hadden heel veel bands van Boxtelse bodem. We hadden de beste coverbands van Nederland geboekt. Alleen, kwaliteit wil niet altijd zeggen dat er ook heel veel publiek op afkomt. Mm-hmm. En los daarvan hadden we natuurlijk vorig jaar een beetje de pech dat we samenvielen met ongeveer 12, 13 andere evenementen in de regio. Mm-hmm. En dat hebben we natuurlijk in 2016 proberen te voorkomen door het festival een week eerder te plaatsen. Naar het eerste weekend van september. Waardoor we nu niet samenvallen met andere Boxtelse evenementen of met Appelpop of Bourgondisch Den Bosch of dat soort evenementen. Dus eigenlijk in de wij de omgeving in het eerste weekend van september weinig te doen. Voor zover er in Nederland daar nog sprake van is. En dan denken wij van nou, dan zetten we daar een iets stevigere programmering neer. Ja. Die een wat breder publiek aanspreekt. We hebben natuurlijk vorig jaar heel erg ingezet op culinair geïnteresseerden. Dit jaar hebben we daar de muziekliefhebbers van zeg maar populaire bands aan toegevoegd. Maar we hebben ook DJ's toegevoegd voor de wat jongere garde, zeg ja. maar. La Fuente hebben we afgelopen weekend nog aan het affiche toegevoegd. En daarvoor hadden we Kenny B, Diggy Dex, dat soort namen. Lucas Hamming, de festivalverrassing van 2016. Hè? Afgelopen weekend nog Concertgebouw te zien. Wow. Dat zijn dus headliners van formaat. Zo, ja, La Fuente is goed, want ik heb hem zelf ook gezien op een ander evenement. Even gewoon voor mijn beeldvorming. Het was eerst Velder, nu is het de spoorzone, hier achter het station. Qua geluidshinder inderdaad voor de omwonenden. Het is een prima plek daar. Hoe zit het alleen, dan vraag ik me dan af, als er een mooi rustig beetje is en er komt zo'n trein langs gereden. Ja, dan moeten we het geluid... Ja, het geluid is natuurlijk altijd iets van 80 dB, ook al heb je een akoestisch orkest. Ja. En de achterkant van het hele veld wordt ook natuurlijk gewoon afgezet. Ja, het terrein is helemaal, zeg maar, omhekt. En zelfs aan de kant van het station 2 hekken hoog. Ja. Zodat je dus niet vanuit het podium, zeg maar... Kenny B kijkt niet de hele tijd naar het station. Laten we het zo maar formuleren. Krijg jij een financiële bijdrage van de gemeente eigenlijk? Nee. Nee? Vorig jaar hebben we dat overigens wel gehad. Ja. Een kleine bijdrage. Ja. Maar dit jaar moeten we het helemaal zelf doen. Ja. Dat, het is een supergrote organisatie, Slowlands. Ik zie het echt op veel plekken nu voorbij komen. Ja. Waar zit voor jou de lol om zo'n evenement als dit te maken? De lol? Ja, goed, je hebt eens een keer een droom, hè? En wij hebben natuurlijk met ons festivalcateringbedrijf komen... zoals ik hier in deze uitzending al een keer eerder heb gezegd, in de vorige uitzending, komen nogal op plekken. En wij vinden, ja, in Boxtel moeten we eigenlijk ook zo'n soort evenement hebben. En de ons omringende gemeentes hebben het allemaal al. Oosterwijk, Haren, Oorschot, Schijndel. Overal heb je aansprekende festivals. En wij beschikken hier natuurlijk over een paar hele mooie stukken grond, waar we fantastisch festivals kunnen doen. En er is tot op heden eigenlijk nog nooit iets echt van de grond gekomen. Nou, ik heb hier op het industrieterrein natuurlijk dat bedrijf zitten. Nou, hoe mooi kan het zijn dat je in je eigen achtertuin, of dat nou aan de ene kant of aan de andere kant van je bedrijf is, daar een mooi festival kan neerzetten. Ja. Nou, dan vind ik dat leuk. Ja. Hey, en werken jullie met vrijwilligers? Of hoeveel mensen zijn er in totaal betrokken bij het evenement? Nou, alles bij elkaar. Op de dag zelf zullen er toch een mannetje of 80 tot 100 actief zijn. Ja. Er zijn overigens altijd vrijwilligers welkom. Hè? Dus mochten de mensen zich geroepen voelen, kunnen ze zich altijd bij ons melden voor hand- en spandiensten. Ja. Zo'n mannetje of 80, 100 zijn we wel mee bezig. Ik denk zelfs nog wel meer als we, zeg maar, alle crews van de artiesten erbij gaan tellen. Die komen ook gemiddeld met 10, 15 man. Dus zeg maar alleen het hele artiestengebeuren is al een forse onderneming om dat allemaal te eten te geven. Ja. Wat is voor jou, volgens jou, het succes van een goed evenement? Nou, het succes is als iedereen enthousiast het festivalterrein verlaat. Dat lijkt mij de allermooiste. Maar dat was op Velder vorig jaar ook al aan de hand. Ja. Het was echt een fantastische sfeer. En dat hopen we hier volgend jaar weer gewoon te herhalen. Ja. Of volgend jaar. In september. Ja, Michel, want je zit er ook, zit natuurlijk ook namens Bazaar Boxtel. Wat is volgens jou een succes? Hoe kan een evenement succesvol zijn? Ja, ik bekijk het natuurlijk wel vanuit de bril, de ogen van de bazaar. En de succes, of wanneer is de bazaar een succes? Als daar aan onze doelstelling wordt voldaan, en dat wil zeggen dat daar een heleboel mensen komen vanuit allerlei verschillende culturen en windrichtingen om daar elkaar te ontmoeten. Dat is denk ik het grote verschil tussen de bazaar en een festival als Slowlands. Onze doelstelling is dat mensen, culturen, bevolkingsgroepen elkaar daar ontmoeten en daar met elkaar een feestje bouwen. Ja. Daar zit een wezenlijk verschil. En het succes is er voor mij voor als ik, wat ik wel eens zeg, van als ik de grote keer van 2x2 vol met tattoos naast een gesluierde moslima's zie staan, dan heb ik succes. Ja. Het is de 15e editie alweer van de bazaar. Het is echt een begrip aan het worden. Ja. 15 jaar geleden is wat jij net ook zegt gelijk de kracht van de bazaar? Wat is de kracht, denk je dan? Bij je oorsprong blijven. En waarom doen we dat? De bazaar is 15 jaar geleden begonnen in de wijk Celissen. Toentertijd een wijk die was verpaupering kende, hoge werkloosheid, veel allochtonen, slechte naam. En die hebben op een gegeven moment gezegd, ja wacht eens even, maar wij willen ook deel uitmaken van deze boksenbevolking. We hebben tafels voor de deur neergezet. We hebben onze traditionele etenswaar daar te koop neergezet of aangeboden. En zo is dat toen ontstaan. Nou, en dat moet je nooit uit het oog verliezen. De bazaar zal ook nooit entree heffen. Wij hebben ook geen winstoogmerk. Wij willen gewoon een multicultureel evenement, multicultureel festival neerzetten. Waar centraal staat dat we een bazaar zijn. Mm-hmm. Eten, drinken, muziek, toneel, ja, noem maar op. Ja, en Christel, de vrouw van burgemeester Mark Buijs, is beschermvrouw van de bazaar. Ja. Hoe is dat gelopen eigenlijk? Hebben jullie haar gevraagd of hoe is dat ooit gegaan? Dat is voor mijn tijd. Want voordat Christel Buijs het was het Marjan van Beers. Dat was de eerste beschermvrouw. Dat is ontstaan uit het gegeven dat de gemeente natuurlijk een hoge waarde hecht aan de bazaar als instrument om bevolkingsgroepen tot elkaar te laten komen. Is er vanuit de bazaar contact geweest met gemeente, met gemeentebestuur, met de burgemeester. En vanuit die rol is het dat is een mooie positie om de partner van de burgemeester, en dat is dan 2 keer achter elkaar de burgemeestersvrouw geweest, om die de beschermvrouw te laten zijn. En ja, dat vindt ze leuk om te doen, die rol te hebben. Ja. Ja, ik had het net met René er al over. Hè. Het is een evenement opzet, daar komt ook veel bij kijken. Dat geeft ook een bepaalde druk met zich mee, want je moet het toch weer iedere keer voor elkaar boksen. Herken jij dat? Ja, je moet wel zorgen. Kijk, wat ik zei, van we hebben de bazaar, wat gaat om bevolkingsgroep bij elkaar brengen. De steentjes, de kraampjes. Maar je wil daarnaast ook toch een leuk podium neerzetten. In de zin van, het moet een leuk artiestenaanbod zijn. Dat is niet hetgeen wat bij ons prioriteit nummer 1 is. Maar het mag niet zo zijn dat je een hartstikke leuke bazaar hebt, maar een waardeloos podiumprogramma hebt. Dus dat moet goed op elkaar afgestemd zijn. We proberen daarin ook dat we hebben dit jaar een hele mooie Turkse marsgroep. Een man of 30 geloof ik. En die heel in kledij met muziek een mars doen. Wow. Dus echt mooi om te komen bekijken. We hebben een zangeres uit Ghana. We proberen daar toch op dat podium neer te zetten. Dus ja, daarin zoeken wij ja, en er zit er wel een druk op. Moet je me voorstellen, zijn dat echt artiesten die in Nederland wonen? Of halen jullie die echt over uit Ghana? Nee. Worden ingevlogen, met chauffeur opgehaald? Nee. Wij hebben een redelijk beperkt budget. Wat ik zeg, wij heffen geen entree. We moeten het hebben van sponsorgelden, van subsidies, van een loterij die we doen. Nou, daar krijgen we onze begroting mee rond. Maar we moeten ons wel beperken inderdaad tot mensen in Nederland in dit geval. En de dag is daar straks. Waar geniet jij dan dadelijk het meeste van? Ik zal je eerlijk zeggen dat op de dag zelf ik niet heel veel van het programma en dergelijke kan genieten. Je bent gewoon heel druk bezig met alle dingen doen. Maar het meeste genot vorig jaar, het was, nou ik denk we begonnen om 11 uur en het was 11:45. Ik liep even bij ons naar de kraam toe. En ik kreeg om, en ik zie daar gewoon een vol veld. Ja, en dan geniet ik. Dat vind ik mooi. Dat gewoon de trein daar vol staat. Je hoort die muziek. Je ziet mensen genieten. Je ziet mensen lekker eten, lekker drinken. Het is altijd gezellig. Het is altijd een goede sfeer. Ja, daar geniet je van. Ja. En daar doe je het voor. En jij René, waar kijk jij het meeste naar uit? Of waar geniet jij het meeste van? Nou, ja, ik kijk natuurlijk het meeste uit naar de optredens. En of zeg maar het programma zoals ik het dan uiteindelijk ergens in januari in elkaar heb geknutseld, of dat ook echt aanslaat op de manier zoals ik denk dat het moet gaan werken. Yeah. En voor de rest ben je natuurlijk de hele dag met je oortje bezig. Want wij hebben het hele terrein zeg maar in een stuk of 8 sectoren verdeeld. En daar wordt de hele dag in je oor getetterd van hier is dit en daar is dat aan de hand. Gebeurt het nou nooit dat die neiging zou ik hebben als ik denk van nou luister eens, ik heb hier dit evenement neergezet. Ja. Deze artiesten, weet je wel, et cetera. Dat je af en toe heel even dat oortje zo uitdoet. Denkt, nu kan ik heel even genieten. Ja, ik denk dat er vast wel mensen zitten te kijken nu die kunnen beamen dat ik dat vorig jaar inderdaad ook een paar keer gedaan heb. Ja, ik heb het oortje gewoon uitgedaan. En, oh, dat doe je ook wel. Even, ja. Even uit. Je probeert op een gegeven moment ook inderdaad wel even daar afstand van te nemen. Even genieten van wat er rondom je heen gebeurt. Ja. Dat doe je. Tuurlijk. Dat moet je ook doen. Ja, we hadden het net over vrijwilligers. René werkt ook met vrijwilligers. Is het moeilijk om vrijwilligers te krijgen eigenlijk? Voor zulke evenementen? Ze komen niet vanzelf. Nee. En dat is jammer. Omdat, en dat geldt voor Slowlands en dat geldt voor de Bazaar, maar dat geldt voor een heleboel evenementen in Boxtel. Je organiseert met een heel enthousiaste club mensen. Hè. We hebben een bestuur van 7 man. Wil je een leuk festival neerzetten, een leuk evenement neerzetten? Ja, daar heb je vrijwilligers voor nodig. Ja. En jij deed net de oproep. Ik denk dat het voor Slowlands geldt, geldt voor de Bazaar, geldt voor een heleboel activiteiten. Mm. Dat vrijwilligers zijn altijd welkom. Ja. En belangrijk. Superbelangrijk. Ja, we leven helaas in een land dat het soms ook de laatste tijd vaak kan regenen. Wat als het slecht weer is, Michel? Ja, dan laten we het gewoon doorgaan. Tenzij het echt gewoon code, weet ik wat, wordt. Dat er echt afgeraden wordt om niet te doen. Maar we gaan ervan uit dat het gewoon weer is waardoor we het door kunnen laten gaan. Ja, je hebt de pech als het regent. Daar valt of staat de dag wel bij. Mm-hmm. Dat is gewoon een feit. En jij? Bij ons gaat het festival inderdaad altijd door. Ja. Tenzij er natuurlijk, net zoals wat Michel zegt, code heel veel erg is. Maar wij hebben natuurlijk een groot aantal enorme tenten op het terrein staan. Er staan een aantal circus tenten. Dus in principe kan ook bij slecht weer iedereen overdekt alle optredens volgen. Ja. Maar wij gaan ervan uit dat de regen die zeg maar, normaal gesproken in de tweede helft van het jaar valt, die is eigenlijk nu al gevallen. Dus het kan bijna niet anders dat het in september zo meteen supersonisch mooi weer wordt. Even heel iets anders. Hè? Vroeger hadden we gewoon evenementen, nou, dan wisten we naar Pinkpop of een ander evenement. Tegenwoordig leven we in een hele andere maatschappij. Hè? Als je nagaat in Boxtel, er worden al meer dan 100 evenementen georganiseerd hier in dit dorp. Ja. Hoe breng je je evenement toch onder de aandacht? Ja, nou wij zijn bijvoorbeeld heel erg druk op social media. Ja. Maar wij hebben ook campagnes lopen op nationale radio. Vorige week hele week actie op Radio 2 gehad. We hangen zo'n beetje... Merk je dan verschil? Ja. Of ik vertel dan vliegt zeg maar het bezoek op je website en de respons op je social media kanalen, die skyrocket gewoon. Hè. Ja? Dat gaat van 100 naar 1000 bezoekers per dag. Ja. En ze kopen, het zou mooi zijn als ze allemaal een kaartje kopen. Ja, maar je ziet ook meteen dat je kaartverkoop wel toeneemt. Maar de tendens is wel dat kaartverkoop, dat begint zeg maar, voor een evenement als Slowlands, begint de kaartverkoop eigenlijk nu. Vandaar dat je nu ook overal in de ons omringende gemeentes en in Boxtel de uitingen van Slowlands nu tegen gaat komen. Ja. Dus het hangt langs de snelweg. We hebben van die borden langs lantaarnpalen. We hebben televisiespotjes hebben we niet, maar wel radiospotjes. Die zitten nog in de planning. En social media. Ja. Acties. Wij voeren ook actie. Posteractie is nu aan de gang. En jullie, hebben jullie überhaupt nog nodig na 15 jaar? Klinkt arrogant, maar ik zeg nee. Waarom niet? Wij hebben ook niet de behoefte om heel veel groter te worden. Wij willen het Molenwijkpark niet uit. We willen het daar blijven houden. We hebben een goede naamsbekendheid in Boxtel. We hebben heel veel bezoekers. Er komen er inmiddels 5.000, 6.000 komen erop af. En ook, maar wij willen ook blijven bij daar waar het 15 jaar geleden mee begonnen is. Mm-hmm. We krijgen ons park vol, dus we hebben, wat dat betreft inderdaad hoeven we dat soort dingen niet te doen. Maar we maken natuurlijk wel bekendheid via nou, een programma als dit. In Brabant Centrum komt er regelmatig een artikel te staan. Via Beleef Boxtel komen we onder de aandacht. Via de verschillende kanalen. Verschillende kanalen doen we het wel. Ik zou zeggen, ik ga voor jullie duimen, beide, dat het een groot succes mag worden. En dat het weer goed mag worden. Ja, succes zal het sowieso wel zijn. Vele bezoekers en dat er nog maar meer van dit soort mensen mogen zijn met zulke initiatieven. Want ik vind het ontzettend knap dat jullie dit aangaan. Prachtig. Okay, goed voor Boxtel. Ja. Okay. Ik zei het net al, John van de Ven die komt bij mij straks op de bank. Arrangeur, producer van vele Hazes-nummers en vele hits vooral van Hazes. We hebben een kleine compilatie gemaakt van Heel Holland Zingt Hazes. Zij ziet toekomst in ons allebei. Heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Waarom? Zeg mij waarom ben ik alleen en altijd eenzaam in een discotheek? Oh yeah. En ik voelde mij daar zo alleen. Ik heb de alle terrassen zijn weer vol. En soms zijn de mensen, wat valt er nog te wensen? Voor mij begint nu en de loop. De strijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik hier trouw. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Als ik in je ogen kijk, zeg dat genoeg. Oh, Nederland. Prachtig. Arrangeur, producer John van de Ven uit Oorschot is, de founder, of hoe zeg je dat, van vele hits van Hazes. Hij zat een tijdje terug nog bij RTL Late Night om te praten over de teruggevonden opnames van Op de Schoorsteen staat een foto. John, dat klopt. Super dank dat je aanwezig bent. Hazes leeft voort in Nederland. Hoe verklaar jij dat? Ja, ik denk dat hij een beetje een nieuwe trend heeft neergezet. Vroeger was volkse muziek, dat was vooral met heel veel accordeon. Als je denkt aan de zangeres zonder naam of Johnny Jordaan. En toen kwam Hazes met wat Frits Spits naar de rand noemde levenspop. Het werd allemaal een beetje ruiger en André maakte gewoon de taal van de straat. Gewoon simpele dingen, nooit moeilijk. Ja, dat greep mensen ontzettend aan. Ja. Is dat, denk je, ook waarom het zo... Ja, ik denk dat zijn kracht in zijn stem, maar vooral in zijn teksten zit. Je bent arrangeur, producer van vele bekende Hazesliedjes. Misschien voor de mensen thuis, ik weet wel, maar arrangeur of producer, wat houdt het exact in? Ja, als je producer bent, dan ben je eigenlijk de baas van de opname. Je moet de studio regelen, je moet de muzikanten regelen. Je bent bij de opname aanwezig en je gaat uiteindelijk, als je alles opgenomen hebt, alles mixen. Dat is jouw verantwoordelijkheid en jij gaat, als het klaar is, met de band naar de maatschappij en zegt, alsjeblieft, hier is hij. En als ze het niet goed vinden, dan is het mijn schuld, nooit van de artiest natuurlijk. Dat begrijpt u wel. En arrangeur? Ja, dat is eigenlijk niet zo heel makkelijk uit te leggen, maar stel je voor, jij hebt een liedje gemaakt met een gitaartje, je denkt, kom, dat zal ik eens opnemen. Nou, dat neem je op, stuur je naar de maatschappij en de maatschappij zegt, zo, dat is leuk, daar gaan we iets mee doen. Zouden ze bij mij terecht kunnen komen? En dan ga ik eens denken, ja, dat is leuk, maar één gitaartje, daar hebben we niks aan. Ja. Waar gaan we erbij doen? Gaan we er blazers bij doen? Gaan we er violen bij doen? Drummer, bas, gitaar, noem maar op. Dus die partijen, die bedenk ik dan. Ja. En die schrijf ik. Ik kleur eigenlijk de compositie in. Wauw. En hoe is het ooit gegaan? Hè? Want Hazes is natuurlijk prachtig artiest. Hoe zijn ze ooit bij jou terechtgekomen? Ik heb in 1979, toen zat hij nog bij zijn vorige maatschappij Phonogram. Daar had hij Eenzame Kerst opgenomen en een heel album. Maar dat waren eigenlijk een beetje liedjes, dat vond hij zelf niet zo mooi. Want hij wilde geen Amsterdamse kroegzanger worden. Hij wilde toch iets meer soul, want hij hield erg van soul en blues. Daar moest er meer in zitten. Toen is hij naar een andere maatschappij verhuisd. Toen kreeg hij een producer, Tim Griek. En die herinnerde zich twee jongens in Brabant, Sjaak Verburgt en mijn persoontje. Wij werkten in de studio van Jack Jersey en daar kwam de ene hit na de andere uit. Dus je dacht, ik ga het eens even daar proberen, want ze wilden een hele nieuwe sound voor André creëren. Yeah. Dus wij kregen een aantal liedjes en dan zijn we op een middag... zijn we eigenlijk demo's gaan maken. Het eerste liedje was Een Vriend, Wat Is Dan Liefde en Koud Zonder Jou. En er waren eigenlijk demo's, want dat zouden we naderhand nog eens een keer echt gaan doen. Maar ja, uiteindelijk zijn ze gewoon zo op de plaat terechtgekomen. En bij die opname zat nog een liedje. Op de schoorsteen staat een foto. Ja. En naderhand hebben we nog wat meer liedjes opgenomen, een stuk of 12, zodat we een album hadden. En toen kwam het album uit. En dat liedje stond er niet op, het schoorsteenliedje. Ik vond het heel vreemd, want ik dacht, ja, dat is toch wel, dat moet de single worden, de hit, maar het zat er niet bij. Waarschijnlijk paste het nog niet helemaal het nieuwe straatje wat André wilde. Het zat nog te veel een straatje van Eenzame Kerst en De Vlieger. Waarschijnlijk heeft de maatschappij daardoor gezegd van, ja, we zetten het hier niet op. En toen is het kwijtgeraakt. Ja, het is nu weer teruggevonden. Ja. Jij zat daar laatst voor bij RTL Late Night. Kun je iets vertellen over dat nummer? Ja, het is... als je luistert naar Bloed, Zweet en Tranen, dan is dat liedje over die foto, dat is heel zoetsappig en heel braaf. Ontzettend braaf. Maar we hebben het 36 jaar geleden opgenomen, in 1980. Ja, en dat klinkt eigenlijk nog verrassend goed. En wat is de reden van dat het zo braaf klinkt? Want je zegt, het klinkt heel anders. Ja, wij waren nog een beetje zoekende naar de sound die André wilde en zijn producer. Dus naderhand zijn we het allemaal een beetje ruiger gaan maken. Maar er waren nog liedjes bij, die waren nog een beetje aan de brave kant. Ja. En wat ik me dan afvraag, je ging met Hazes samenwerken. Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk geweldig, want we hadden toch al wel gauw in de gaten dat we met iemand werkten die heel groot zou gaan worden. Dus je wist bijna van tevoren, als je iets ging opnemen, dat wordt er weer een. Dus dat was natuurlijk geweldig. Plus, ja, als die man voor de microfoon ging staan, dan gebeurde er ook echt wat. Dat kwam echt uit zijn tenen. Hij zong zijn liedje meestal maar één keer, dan moest het goed zijn. Er zat zoveel emotie in, 2 keer emotie, dat was gewoon te veel. Dus dat moest in 1 keer goed. Het was altijd heel spannend. Maar als hij in vorm was, dat was hij niet altijd. Er kwam ook wel eens een biertje aan te pas, dat weten we allemaal. Als hij in vorm was, dan was er absoluut geen betere. Hoe was de omgang dan? Ja, wij hadden... Je zegt al, er kwam een biertje bij. Zat jij zelf dan ook zo achter je knoppen, zo... zo. Ga weer een mooi nummertje maken. Ja, precies. Ik heb wel eens... Ja, wij dronken wel eens mee. Wel eens? Maar, ja, wel eens. Maar ja... Het tempo bij hem lag toch wat hoger, dus daar zijn we maar mee gestopt. Dat konden we toch niet, nee. Maar het was altijd moppen vertellen, en die kunnen we hier niet herhalen, die moppen, dat begrijp je wel. Biertje en ja, en als het dan gezellig werd, dan ging André zingen. Ja. We hebben als het goed is een foto van jullie samen, ik weet niet of we die kunnen laten zien. Wat zien we hier? Dit was... Met bier erbij? Dit is natuurlijk met bier. Dit is in zijn stamkroeg, de Plashoeve, in Loosdrecht of in Vinkenveen. Ja. En dit was na een gouden plaatuitreiking. En dat was volgens mij in Studio 21 in Hilversum. Ja. En naderhand zei André, we blijven hier niet. We gaan een biertje drinken bij mij in de stamkroeg. Dus dat is een klein feestje gevierd. En zo was er ook een periode dat het natuurlijk bergafwaarts op een gegeven moment met hem ging. Hè? Zijn oren liet het afweten. Hoe was dat? Ja, ik heb met hem gespeeld bij de EK in Portugal. Bij Barentijn van Dorp. En dat was de eerste keer. We wisten al wel dat het er niet meer helemaal goed zat met zijn gehoor. Maar dat was de eerste keer dat ik het zelf merkte. Ja, want hij zong en hij zat er gewoon naast. En heel Nederland dacht dat hij dronken was. Dat was helemaal niet zo, maar hij hoorde het gewoon niet meer. En dan sta je op het podium, je kunt niks doen, je kunt geen kant op, want je moet door. Gelukkig waren een hele hoop mensen in het publiek dan, ja, die zongen wel, want iedereen kent de Hazestekst, dus iedereen zingt door. Maar toen ben ik wel heel erg geschrokken. Hmm. En was de druk, want ik kan me voorstellen, hè, er waren dus dermate veel ogen op hem als artiest gericht. Was de druk hoog om te presteren eigenlijk, voor jullie? Ja, de druk was hoog, maar wij zagen wel dat het misging. Dus we hebben toen het verzoek gehad van de maatschappij van... probeer nog wat op te nemen. Mm-hmm. Kijk of je 25 liedjes of zo op kunt nemen. Dan hebben we nog een dubbelalbum. Kunnen we nog jaren vooruit, want over een aantal jaren als het zo doorgaat, kan André niet meer zingen. Nou, we hebben nog 3 liedjes op kunnen nemen en toen was het al over. Dus het is ineens heel, heel erg hard gegaan. En het moment was daar inderdaad. Hazes overlijdt. Waar was jij op dat moment? Hoe heb je dat gehoord? Ik zat in de studio in Oosterhout. Was ik iets aan het opnemen en er komt iemand de studio binnen. Heb je het al gehoord? André is dood. Nou wist ik dat hij in het ziekenhuis lag en dat het heel erg slecht met hem ging. Mm-hmm. Dus op zich kwam het niet als een verrassing. Het had misschien nog een week langer kunnen duren, maar we wisten wel dat het afliep en dat het einde verhaal was. Mm-hmm. En hoe kijk je terug op die periode? Want wat er toen gebeurde natuurlijk, dit was echt met de arena die volstroomde. Ik kreeg het verzoek van de maatschappij om in de arena ook het woord te doen. Nou is dat eigenlijk helemaal niks voor mij. Maar ja, ik denk, ja, voor André moet ik dat toch doen. Mm-hmm, mm-hmm. En er was ook een minuut stilte in de arena. Als dan 40.000 mensen echt stil zijn. En zeker het Hazespubliek, wat nogal luidruchtig was. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat was heel erg indrukwekkend. En sindsdien, ja, het is heel vreemd, maar dat hij daar de slag naderhand is, zijn populariteit toch weer een beetje gestegen. En vooral België, want daar verkocht hij nooit zo heel goed, maar heel België heeft die uitzending gezien vanuit de arena. En daar werd hij ineens ook een grote ster, ging hij verkopen. Wauw. Ja. Wat is nou het lied waar jij het meest trots op bent? Waar ik het meest trots op ben is... Bloed, zweet en tranen, omdat ik dat gedeeltelijk meegecomponeerd heb. Maar het mooiste lied wat ik zelf vind, wat we opgenomen hebben, is Zij geloofde mij. Ja? Ja, dat is natuurlijk een fenomenaal. Dat is een fenomenaal lied, ja. Wat dacht jij toen je in de studio zat en dat nummer opgenomen werd? Ja, het was een cover, het is een Amerikaans liedje. Jawel, maar dus toen je met Hazes dat opnam? Ja, toen wist ik zeker van, dit wordt er een. En ik dacht eigenlijk dat het... dit wel een nummer 1 hit zou worden. Maar het gekke is dat André bij leven nooit een nummer 1 hit heeft gehad. Gewoon nooit. Nee? Nee, hij heeft 1 keer 2 gestaan. Met, ik meen het, maar hij heeft nooit nummer 1 gestaan. Pas toen hij gestorven is, hebben we een nieuwe versie gemaakt van Zij geloofde mij. Die is uitgebracht en daar heeft hij nummer 1 mee gestaan. Heb jij, want ik heb bijna standaard de cd van Hazes in mijn auto je bent de kenner. Ja. Ik heb vaak, nu moet ik eerlijk bekennen, met de teksten, die zijn zo ontzettend mooi en dan met zijn manier van zingen heel intens. Gebeurt wel eens dat ik in de auto zit en ik denk, ik hoop een traantje. Ik ken het. Heb jij dat zelf ook? Jazeker. Ik heb zeker nadat André gestorven is, heb ik elke keer moeite als ik in de auto zit of... Ik zit toevallig in het café, want daar kom ik eigenlijk bijna nooit natuurlijk. En ze draaien daar een liedje van André, ja, daar heb ik altijd heel veel moeite mee. Mm. En heel soms komt er dan ook eentje en dan slaan ze wel op mijn schouder. Het is goed, jongen, dat weten ze onderhand wel. Zijn er bepaalde, vind ik altijd leuk om te weten, anekdotes waarvan je zegt van nou, dat is dat wat ik met hem ooit mee heb gemaakt? We hebben ooit, hij moest ooit een reclamespotje zingen voor Karix Uitlaatcentrum. Uitlaat van de auto. Hij was niet helemaal in vorm en hij had al een paar keer gezongen en het wou maar niet lukken. Inmiddels komt de eigenaar van dat bedrijf, die komt binnen. Dat had André niet gezien. Mm-hmm. Dus André, we gaan het nog een keer doen. En toen begon hij te zingen over Karix Uitvaartcentrum, Uitvaartcentrum. Nou, uiteindelijk was het dan gelukt, dus hij komt binnen en die directeur stelt zich voor, ik ben die en die van het uitlaatcentrum. Dus André schrok wel even heel erg. Maar de man kon er hartelijk mee lachen. En nog andere anekdotes? Eén anekdote nog? Waarvan je zegt van nou, toen we in de kroeg zaten was er dit of dit? Zijn er zoveel? Ja, er zijn er zoveel. Ja. Ja, we hebben concerten gedaan voordat we het allereerste concert, grote concert in het Concertgebouw deden in 1983. Hebben we overal try-outs gedaan. Mm-hmm. En uiteindelijk mochten we naar het Concertgebouw. Ja, ik vond dat fantastisch. Maar ja, de kranten stonden er vol van, want het was eigenlijk een schande. André Hazes in het Concertgebouw, dat paste helemaal niet. Want dat was een klassiek tempel. Nou, het is gewoon lekker doorgegaan. En toen had je 1500 man in het Concertgebouw in Polonaise. Dat was nog nooit gebeurd. Dus toen zeiden jullie tegen elkaar, zie je nou wel? Zie je nou wel, en dat doen we nog een keer. Hè? Dat hebben we nog een aantal keren gedaan. Ja. En ik ben daar een aantal keren dirigent geweest. En ik had zo'n goed orkest dat ik dus... ik ging eigenlijk het gedeelte van het hele concert stond ik met mijn rug naar het orkest en ik keek naar de zaal, want dat was veel spannender. Het orkest dat speelde wel door en ik dirigeerde wel, maar wat daar allemaal gebeurde in die zaal, geweldig. Ja, ja. En je bent vaak in de studio te vinden, onder andere bij onze hoofdredacteur hier van Dommelland, Roel Jongenhelen. Ja. En je gaat zo dadelijk een lied tegen horen brengen samen met een nieuwe talentvolle zanger, Brian Voet. Ja. Daar ben je met een project. Kun je iets over dat project vertellen? Nee, maar je bent wel de eerste als het klaar is. Ja? Ja? Maar je kunt niks vertellen over het project waar jullie mee bezig zijn? Ik ga het heel spannend maken. Wat maakt... het is wel een beetje... Het zal wel een heel klein knipoogje naar André zijn, denk ik. Dat wel. En toen bleef het stil. Ik zit te wachten. Stil, ja, nee. Nee. Nou ja. Je mond dicht, oké. Nee. Ik zeg er verder niet zoveel over, nee. En hoe, laatste vraag. Hoe belangrijk is het, denk je, zijn de mensen achter een artiest? Ja, die zijn natuurlijk heel belangrijk. En we hebben... Bij André, want ik heb 25 albums met hem opgenomen. Het zijn meer dan 320 nummers. En hij was zo iemand die zei, never change a winning team. Hij is altijd met dezelfde mensen blijven werken. Dat vond ik ontzettend fijn. Mm. Want soms, de artiest verandert wel eens van maatschappij. Of hij wil iets anders gaan doen of gaat ineens Engelstalig zingen. André is altijd trouw gebleven. Wauw. Goed zo. Ik zou zeggen, ga naar je piano. Dan gaan wij, er gaat nog een zettertje, pas op. Blijft allemaal live televisie natuurlijk. Dus John die gaat achter zijn piano. Ze gaan een nummer tegen horen brengen. Zij gelooft in mij. Ik wil ook voor mensen hier in de studio een groot applaus. John van de Ven en Brian Voet. Woe! Ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger bij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Sta ik voor je? Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Oh, wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij die toekomst in ons allebei. Ze vraagt me nooit, maak je voor mij sterk. Want ze weet, dit gaat voorbij. Want ik schrijf mijn eigen lied, totdat iemand mij ontdekt en ziet. Tot in ieder van me soms geniet. Ze vertrouwde mij. Ze gelooft in mij. Ik zal wachten. Tot de tijd dat ieder mij herkent. En je trots kan zijn op je eigen wet. Of staat ze dus te zeggen dat die haas is bekend. Dus laat me dromen van het geluk dat ergens op ons wacht. Nou dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwde mij, nou dat is mijn kracht. Oh, mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij die toekomst in ons allebei. Ze vraagt me nooit, maak je voor mij sterk. Want ze weet, dit gaat voorbij. Want ik schrijf mijn eigen lied. Totdat iemand mij ontdekt en ziet. Tot in ieder van me soms geniet. Zij vertrouwde mij. Ze gelooft in mij. John van de Ven en Brian Voet, dankjewel. Dankjewel. Voor jullie komst, fantastisch. Zij geloofden me. Oh, wat een heerlijk nummer dit, zeg. Oh, man. Laten we allemaal iets meer in elkaar geloven. Dat brengt ook weer succes. Dit was hem alweer, de allerlaatste aflevering voor de zomerstop van Dommelland Live. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Dus lijkt het jou leuk om bij een omroep als die van ons te komen werken. En onder hem mee te werken hier aan dit live programma. Ga even naar de website en meld je aan. Ik wil alle vrijwilligers van dit seizoen enorm danken voor een tomeloze inzet. Want dankzij jullie was het natuurlijk niet gelukt. En we hadden dit live programma natuurlijk nooit kunnen brengen. En alle andere programma's die we hier op de zender laten zien. Ik wens jullie een fijne avond en graag tot na de zomer.